Er is een video gemaakt in Amerika waarin mensen gaan kijken of ze kunnen raden welk kind bij welke ouder hoort. En ik dacht, dat moet niet zo moeilijk zijn. Dus heb ik een witte studio afgehuurd. Komen hier straks allemaal ouders met kinderen en ga ik kijken of het mij lukt. Dit wordt of hilarisch of heel ongemakkelijk. Waarschijnlijk allebei. Het idee is vrij simpel. Straks komt er een kind naar binnen. En ik moet kijken bij welke ouder hij of zij past. We hebben zowel individuele ouders als koppeltjes. Jullie zijn verliefd. Ja. Hoop ik. Ja. Ik zou zeggen, breng het eerste kind lekker naar binnen, joh. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe heet je? Moena. Moena, jouw vader of jouw moeder of allebei zijn natuurlijk in deze ruimte. Ja. En ga je me vertellen wie het is? Nee. Oké. Ga je even voor iedereen zetten. Zo, ik vind het... Oké. Kom even verder. Stap even verder. Nee. Ja, meneer, hoe vindt u het nou? Uw dochter staat gewoon hier. Nee toch? Nee toch, maar... Oké. Zo, ik vind dit wel moeilijk hoor. Oké, stap even verder. Zo, dit was een beeld. Geen emotie. Je neemt ook een beetje afstand van deze mensen, dus ik heb het idee dat ze niet... Bent u trots op uw dochter? Dat is toch fantastisch? Ja, zeker. Wat doet ze het goed, hè? Ja. Oké, ik heb twee opties, denk ik, in mijn hoofd. Ik denk dat je of bij deze prachtige mensen hoort, of bij de meneer met de snor. Dus ik ga je ergens neerzetten en dan moet je nog niet zeggen of het goed is. Aan het eind kom ik pas te weten of het allemaal goed is. Ja, ik ga je bij deze mooie mensen neerzetten. Dat ga ik gewoon doen. Oké, dit is de eerste. Ik loop helemaal te zweten, joh. Ik vind het spannend. Breng maar kind nummer 2, zou ik zeggen. Hallo. Hoi. Hoe heet je? Stacy. En waar kom je vandaan, Stacy? Limburg. Ben je helemaal uit Limburg gekomen? Ja. Om naar deze bloedhete studio te komen? Ja. Je geeft duidelijke antwoorden. Ja. Zijn je ouders altijd aardig? Ja. Altijd? Bijna altijd. Jullie zouden natuurlijk in theorie gewoon wel echt zusjes kunnen zijn. Kijk elkaar eens even aan. Oké, dat zijn geen zusjes. Deze man loopt de hele tijd te glimlachen. Ik vertrouw het voor geen meter. Ja, die man die achter jou staat, hè? Heb je die wel eens eerder gezien? Ja. Ja, voel je je goed zo hier op deze plek? Ja. Hey, welke club ben jij? Ajax. Echt? Ja. Dat had ik echt niet verwacht, hè? Hoe heet je vriend? Josiah. Josiah. Ik moet heel eerlijk met je zijn. In de tijd dat wij hier staan, heb jij wel echt al een paar keer naar iemand gekeken. Wie dan? Ik denk dat dat misschien wel jouw moeder kan zijn. De vrouw die achter jou staat, is dat toevallig jouw moeder? Of durf je dat niet te zeggen? Jawel. Die is in de pocket. Kind nummer 4. Hoe heet jij? Densley. Densley? Even aan de ouder, hoe spel je dat? Zou dit een familietje kunnen zijn? Nou ja, op zich. Uw zoon doet het toch fantastisch? Ja, geweldig. Oh. Oké, we weten in ieder geval wie niet de moeder is. Hoe heet deze jongen ook alweer? Ik voel wel een bepaalde energie tussen jullie twee. Nou ja, kijk. Ik heb wel een klein beetje gezond verstand. Ga je misschien wel gewoon hierbij zetten. En dan kijk ik later even hoe of wat. Volgende kind! Hoe heet je? Chayoni. Chayoni? Zijn jullie gezellig met z'n drieën in de auto hier naartoe gereden? Misschien. Oké. Ik ben zelf geen vader, maar ik kan me voorstellen als je kind dan binnenkomt en dan denk je, ik ben echt trots. En dan begin je te glimlachen. En ik zie wel een aantal mensen een beetje glimlachen. Kijk, jij hebt mooie sproetjes, dus die ga ik dan bij iemand proberen te vinden. Maar dit zou nog wel eens kunnen. Maar ik heb geen idee. Kom eens voor deze vrouw staan. Mevrouw, wat gaat er nou door u heen als u uw dochter hier zo ziet staan? Trots. Ja? Ik ben wel trots. Ja? Hoe heet ze ook alweer? Chayoni. Oké. Die kwam wel heel makkelijk uit. Volgende. Hoe heet jij? Lola. Vind je het een beetje spannend? Ja. Ik vind het ook een beetje spannend. Is het jouw verjaardag? Nee. Waarom heb jij dan dit t-shirt aan? Weet ik niet. Loop anders even een rondje zo. Een beetje langs al deze mensen. Rustig lopen, rustig lopen, rustig lopen. Oké, mag je even stoppen? Kijk, jullie zouden natuurlijk... We gaan verder! Met wie heb ik het genoegen? Ashley. Ik zweet me helemaal kapot. Ik ook. Lekker. Ik heb natuurlijk al wel weer een paar twijfels. Ik heb geen idee wat ik aan het doen ben. Jij mag hier eventjes naartoe gaan zo. Het volgende kind graag. Wat is jouw naam? Ike. Sick. Ja. Kom even hier staan. Nou Ike, kom maar even hier. Nou nee, kom maar even hier staan. Ik zit even te kijken naar het neusje en naar de oogjes. Dit is de eventuele moeder en dit is... Ike. Ja, dit laat ik gewoon zo staan. Als dit fout is, dan eet ik echt mijn schoen op. Kom maar. Hoe heet je? Amber. Amber? Jij wist het niet, maar deze video is één grote prank. Je bent helemaal voor de gek gehouden. Iedereen zit in het complot. Want, ja zeg het maar, je gaat op vakantie. Pak je spullen, we gaan 2 weken naar Curaçao. Ja, oké, grapje. Dat is niet waar. Amber, wat voel je nou als je naar je ouders kijkt op deze manier? Niks. Oh. Wat wil je nou tegen je moeder zeggen? Niks. Ik ga je gewoon even hierbij neerzetten. Ik heb wel het idee alsof jij een zusje bent hoor, van iemand hier al. Weet ik niet. Hoe heet je? Cheda. Cheda. Ga eens even hiernaast staan. Ja. Ik denk dat jullie elkaar wel eens eerder gezien hebben hoor. Dat zou kunnen. Of jullie voor de juiste vrouw staan, dat is nog maar even de vraag. Ik denk dat ik alles fout heb. Ja, er gaat iets heel erg fout. Jij bent het allerlaatste kind. Maar er zijn gewoon nog 3 ouders onbemand. In eerste instantie, hoe heet je? Demi. Beloof je me dat je maar altijd de waarheid zal vertellen? Ja. Oké, wie is je moeder of vader? Weet ik niet. Ja, dit is echt... Ik had wel verwacht dat dit iets soepeler zou gaan. Oké. Dit zijn nog de opties natuurlijk die er zijn. Oké. Ik snap er echt helemaal niks van, joh. Oké, we zijn op een punt beland dat iedereen die meedoet aan deze video, zelfs jij, aanwezig is. Dan wel, in ieder geval fysiek. Mentaal weet ik het nog niet helemaal. Nee, Enzo Knol. Oké. Top. Oké, nu gaan we gewoon helemaal los. Moena, kom eens even hier. Mag jij even hier naast gaan staan? Ga ik jou hier neerzetten? Moet even hier staan. Ga je even vervangen. Mag jij hier komen staan? Ik denk dat ik het hierbij ga laten. Het moment is toch echt daar. Hey. Jullie mogen het eerlijk zeggen. Zijn jullie familie van elkaar? Ja. Ja! Hey! Zijn jullie familie van elkaar? Nee! 1 goed, 1 fout. Is dit jouw vader of is het gewoon een volslagen vreemde man? Vreemde man. Zeg het maar. Deze is wel goed. Ja! Is de man met de snor, is het jouw vader of is het een beetje ongemakkelijk zo? Dat is mijn vader. Ja! Yes! Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet heel overtuigd ben van deze keuze. Zeg het maar. Het is niet mijn moeder. Oké. Ik heb 3 goed, 3 fout. Had slechter gekund. Nou, dan komen we bij de zusjes. Gaan we eerst even voor de hand tegen de vraag stellen. Zijn jullie zusjes van elkaar? Ja. Zijn jullie ook tweeling? Ja. En is de vrouw achter jullie jullie moeder? Nee. Oké. Nou ja, dan zal deze ook wel fout zijn. Is het jouw moeder of heb je geen idee wie die vrouw is? Ik weet niet wie zij is. Eerste vraag. Zijn jullie broer en zus? Nee. Ik was echt overtuigd gewoon. Is 1 van deze 2 kinderen van jullie? Ja, eentje. Eentje? Ja, maar welke? Ik denk dat dan de meneer, dat het jullie zoon is. Is dat zo? Klopt. Ja, oké, dat is dan wel... Dat vind ik dan wel. 4 heb ik goed, 7 heb ik fout. Dus dat is wel een beetje triest. Dus we gaan het leuk maken. Jullie mogen, iedereen bij langs, en je mogen stoppen bij jullie vader of moeder. Oké. Dit is interessant. Nou ja, er zijn er nog maar 2 over. Tin. Oh! Ja, maar dit is wel moeilijk hoor. Ja! Oh, belachelijk dit. Oké, dan mag jij naar papa toe lopen. Daar namelijk. Nu valt alles ineens een beetje op zijn plek. Oké, nou loop maar naar je vader of je moeder. Ja! Nou, heel eerlijk, deze was heel moeilijk. Oké, dan hebben we er nog 1 over. Yeah! Oh, yeah. Nou ja, op een schaal van 1 tot 10 heb ik het vrij sneu gedaan. De belangrijkste vraag is, hebben jullie een leuke dag gehad? Oké, top. Dank jullie wel, hè. Yo. Bedankt voor het kijken allemaal. Abonneer op mijn kanaal en volg me ook op Instagram. Doei.